Hoi Erasmianen, het RIVM heeft aangeraden om mondkapjes te dragen op school. Wat vinden jullie hier nou van? Wat vinden jullie van het nieuwe advies om mondkapjes op school te dragen? Ja, ik denk dat het slim is. Ja, ik vind het wel als je met heel veel mensen in het atrium staat, op zich is wel handig als je dat op hebt. Maar ik weet niet of het heel veel nut heeft of zo. Maar ik snap wel dat ze alle het advies beetjes helpen. Geven. Dat wel, ja. Ik vind het eigenlijk wel een goed advies, want leerlingen hebben ook gewoon corona. Dus het is niet dat alleen volwassenen het kunnen verspreiden in de buurt van hun zijn. Dus ik vind het eigenlijk wel logisch. Kinderen bewegen zich heel dicht bij elkaar, dus ik kan me heel goed voorstellen dat zeker op de gangen heel belangrijk is. Ja, het is wel veilig natuurlijk en ik heb liever een mondkapje op dan dat ik corona krijg. Vervelend. Ja, vervelend. Maar ook wel goed, want ja, het helpt denk ik wel met de besmettingen. Ja, wel verstandig, ja. Maar of het fijn is om heel de dag een mondkapje te dragen, nou, ik weet het niet hoor. Nee. Ik vind het eigenlijk wel een goed advies, want in heel Europa deden ze dat al en ik denk dat het wel gewoon helpt. Ik denk dat het idee goed is, maar of mensen zich er echt aan gaan houden is nog maar de vraag. Ik vind het wel een goed advies, want ik ben al 18 en ik moet dus gewoon afstand bewaren, weet je. Maar het wordt heel moeilijk op zo'n school, dus hierdoor gaat het wel beter. Nou, ik vind het echt irritant. Want sommige mensen kunnen gewoon niet ademen erdoor. Like, als ik in de tram zit, 2 uur, kan ik al gewoon niet ademen. Laat staan een hele schooldag. Maar ik begrijp het wel op zich. Ja, wel prima. Ja, want anders verspreidt het gewoon heel snel, denk ik. Ja, als we daardoor gewoon nog naar school kunnen en alles kunnen doen, vind ik het best prima.